Ja, hey. Hallo allemaal. Hallo, draak. Kom er maar bij. Hoezo? Hoezo? Wil je me zeker mijn schatkist zeggen? Of wat? Nee, maar hier zitten schatten van kinderen, draak. En die willen je vast wel wat vragen. Oh, zijn jullie schatten van kinderen? Ja. Oh, ik ben dol op schatten. Nou, volgens mij... Oh, ik zie daar gelijk al een vinger. Oh. Zal ik even naar je toe lopen met de microfoon? Nou, stel je vraag maar. Waarom vliegen draken? Wat zeg je? Waarom vliegen draken? Waarom vliegen? Waarom maar vliegen? Anders moet ik alles lopen. Ik snap jullie niet doordat jullie alles lopen. Waarom gaan jullie niet vliegen? Oh ja. Ja, ze ik heb vleugels. Dan ga ik ze gebruiken ook. Ja. Toch? En ik heb hier nog een vinger. Nou, vraag maar. Ja. Ga je naar school? Naar school? Ja. Daar heb ik geen tijd voor. Nee, kinderen moeten naar school. En draken die moeten op de schat passen. Oh, oké. Nou, en ik zie daar verderop nog een vinger. Zo, even er tussendoor. Stel maar. Oh. Waarom kunnen draken moeten wel vliegen? Want anders stort de draken niet. Ja, precies. Als ik hoog in de lucht ben en ik vlieg niet, ja, dan val ik zo naar beneden. Dat is niks waard. Ja, dat snap ik. Precies. Nou, dat is fijn. Oké, dan zie ik daar in de verte nog een vinger. In de verte? Allemaal vragen voor draak. Waarom heeft een draak stekels? Stekels? Ja. Nou, dan zie ik er heel eng uit. Vind je mij er niet eng uitzien? Nee. Oh. Nee. Nou, misschien moet ik dan een beetje gelmestekels doen, net als bij jou. Maar ja, jij ziet er ook niet echt eng. Nou, en ik heb hier de laatste vraag voor de draak. Waarom spuug je de reus en de kont in de brand? Oh, ja. Nou, hij had toch de schatkist afgepikt? Ja. En is dat lief? Nee. En ik had hem gewaarschuwd. Als jij aan mijn schatkist komt, dan brand ik je billen. Oh. Dus, nou, wij zullen niet aan je schatkist komen, draak. Goed zo.